Wat, hoe en waar was jullie meest memorabele sekssessie? Q. Oké, okay, nice. Nou, dat was... gaan we het echt vertellen? Hardop. Tinder-trauma. Wat is de slechtste openingzin die ooit op jou is gebruikt? Mensen zeggen ook ja, gewoon een beetje viezige dingen af en toe, toch? Ja. Heb je niet ooit een heel grappig Instagram-bericht gekregen van, hey... Jawel, ja. Wil je een foto van je tenen sturen? Heb ik ook wel eens gehad, ja. Toen dacht ik, mijn tenen wil jij niet zien. Ik heb wintertenen. Dat is gewoon niemand, voor niemand chill. Oké. Okay. Flinke flater. Wat is je grootste modeflater ooit? Even denken hoor. Oh ja, jawel, ik heb een grote modeflater. Ik heb ooit een keer zo'n soort velvet fluweelachtig bordeaux jasje gehad. Weet je wel? Die rode? Ja. Nou, dat vond ik toen helemaal te gek. Maar eigenlijk een half jaar later dacht ik, dit is nooit mooi geweest. Maar die geweest. Heb je ook heel veel aangehad. Heb ik heel veel aangehad. Jij. Oei. Poenpraat. Oeh. Hoeveel spaar je gemiddeld per maand? Nou, vertel eens. Niet. En wie geeft jou spaartips? Ik spaar alleen voor de belasting. Maar voor de rest, wat ik zelf heb, dat geef ik gewoon uit. Dus niet dat en jij... sparen voor de belasting heb ik ook van jou geleerd. Daar was ik eerst ook niet zo goed in. Kijk, als ik het heb, dan hoeft het ook geen pijn te doen. Maar zodra het pijn gaat doen, dat je denkt, ah, maar dan weet ik niet. Ik snap nooit dat mensen denken, oh, dan kom ik volgende maand niet goed uit als ik dit nu koop. Ja, koop het dan niet. Maar goed, misschien is het makkelijk praten. Dat krijg ik dan waarschijnlijk wel weer hieronder in de reacties. Maar... nee, ik ben ook niet zo'n enorm... ik geef niet zo ziek veel geld uit. Gewoon als ik denk ik heb het, wil ik hebben. Kletsen over ketsen. Leuk. Oh, is dit een onderdeel in casual. Casual, ja, blijkbaar. Yes. Nou. Wat, hoe en waar was jullie meest memorabele sekssessie? Q. Oké, okay, nice. Meest memorabele. Nou, dat was... gaan we het echt vertellen? Nou, ik weet niet wat jij gaat vertellen. Weet je nog in het park? Ja, ik weet ik, maar niet... Toen die mensen gingen roepen, kan het wat zachter? Er slapen hier ook kinderen. Ja, was buiten. Ja. Toen wilde ik eigenlijk nog een detail eraan... Stop. Ja. Stop. Kletsen over ketsen is voorbij. Over. Zat het meest memorabel? Dat was gewoon een beetje gênant. We hebben ook een keer een kaart van onze buren in de brievenbus gehad. Stop. Stop. Of het wat zachter komt. Stop.